De stichting SUEED is gisteren van start gegaan met haar jaarlijkse inzamelingscampagne Giwang Anu, bestemd voor goede doelen. De kick-off vond plaats op het terrein van Radio 10. Volgens de voorzitter van de stichting, Giwani Seggen, is het elk jaar weer een uitdaging om mensen te enthousiasmeren om te geven. Desondanks gaat de organisatie die uitdaging steeds vol goede moed aan. Dit jaar zal SUEED het ingezamelde geld besteden aan duurzame projecten die door personen, organisaties en verenigingen aan haar worden voorgelegd. De focus ligt op de projecten aangaande kunst, sport en cultuur, geeft Seggen aan. Het moet vooral duurzaam zijn en het moet ervoor zorgen dat veel mensen ervan kunnen genieten. Het kan niet zo zijn bijvoorbeeld dat een privé sportclub zegt ik wil een nieuwe tennisbaan en dan gaan we die aanleggen en het is voor een besloten groep. Nee, Suriname moet ervan kunnen genieten. Of als we een doelgroep hebben zoals bijvoorbeeld 2 jaar geleden kinderen met een beperking, dan moet het echt zijn voor kinderen met een beperking. Dus dat is een voorwaarde. Maar als ik zit nu thuis en ik zit nu te kijken en ik denk ik heb een supergoed idee. Hoe werkt dat? Ik moet een project schrijven of ik kom hier gewoon met het idee. Ik kom hier, want jullie zijn elke dag hier te vinden bij Radio 10. Kan ik dat gewoon bij jullie neerleggen of moet ik een heel dossier van tevoren al zelf hebben gemaakt? Kijk, het hoeft geen proefschrift te zijn, maar we willen wel iets op papier zien. En we willen tenminste ook offertes zien van aannemers. Of het om een bouwwerkzaamheden gaat of als het om de aankoop gaat van producten, offerten van een winkel. Zodat wij kunnen nagaan wat gaat het project ons kosten. Je mag het hardcopy inleveren. Liefst via de mail, digitaal. Maar dat zit, het hoeft niet een heel geweldig projectdossier te zijn. Maar het moet wel een offerte hebben. Het moet duidelijk zijn waarom je het wil en voor wie het bestemd is. En dan gaan we aan de slag. Volgens Seggen zijn de projecten van vorig jaar goed afgerond. Onder meer zijn er 14 tehuizen bedacht, zegt hij. Belangrijk is dat de gemeenschap steeds goed wordt geïnformeerd over wat er met het geld wordt gedaan. Het eerste jaar hebben we het Leger des Heils ondersteund, dus toen hebben we het geld niet in ons beheer gehad. Vanaf 2015 doen we het zelf en we hebben gezegd, vanaf dat moment moeten we ook rekenschap geven. Dus brengen we een halfjaarverslag uit en een jaarverslag. En dan kan iedereen daarin kijken en zien dat het geld op de juiste manier is uitgegeven. Dus, en alle mensen die je hier ziet staan, zijn mensen die kosten nog moeite sparen en het allemaal tot nog toe gratis doen. Dat wil zeggen, je krijgt geen onkostenvergoeding. Geen beltegoed, ook al rijden voor SUEED 30 kilometer, je krijgt geen cent voor benzine. We geven het allemaal. En we zeggen ook tegen mensen die ondanks het jaarverslag nog twijfelen, je mag any time of the day mag je hier binnenlopen en zeggen ik wil jullie verslag zien. Maar niet alleen dat, je mag onze bankafschriften bekijken, je mag de cheque zien die we hebben gekopieerd, die we hebben uitgegeven. Je mag alles zien. Meer kan ik niet doen. Voorzitter van Stichting SUEED, Giwani Seggen. De stichting is gisteren van start gegaan met haar jaarlijkse inzamelingscampagne Giwang Anu, bestemd voor goede doelen. Speciaal voor de campagne Giwang Anu is er een lied met bijbehorende videoclip waar diverse Surinaamse artiesten aan hebben meegewerkt uitgebracht. Het hoogtepunt van de campagne is de SUEED I Am Gold Roosevelt Gold Mines Charity Walk op 16 december met als slogan Living is Giving.